voetballer Rai Vloed moet 2,5 jaar de cel in voor het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij de 4-jarige Gio om het leven kwam. Dat heeft de rechter bepaald. Het ging in 2021 mis op de A4. De voetballer was op een feestje geweest in Amsterdam en wilde naar huis. En ondanks dat hij te veel had gedronken, stapte hij toch achter het stuur. Ook zou hij die avond veel te hard hebben gereden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de auto ruim 200 km per uur ging. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Justitie had namelijk 3,5 jaar gevangenisstraf geëist. Maar de rechter vindt dat de voetballer tijdens de inhoudelijke behandeling berouw heeft getoond. En ook heeft de media-aandacht voor de zaak gevolgen gehad voor zijn carrière als profvoetballer. Vloed voetbalde voor het ongeluk bij Heracles in Almelo en inmiddels woont en werkt hij in Kazachstan en Rusland.